Wij van Coffee Discounter weer een mooie weekendknaller. Dat is namelijk deze Siemens EQ6 Plus. Een supermooi apparaat waarmee je twee kopjes koffie tegelijkertijd kan zetten. Normaal €999. En daar komt ie! €649 voor deze mooie volautomaat met touchbediening. En wij doen er ook nog eventjes een proefpakket bij van ons met Café Coronel, de drie verschillende smaken. En de knaller geldt natuurlijk weer zoals altijd vanaf vrijdag 12 uur tot en met maandag 12 uur. Check wel voor de voorraadmeter, want hop is op. Je kan deze supervolle automaat natuurlijk gewoon online bestellen. Komende volgende werkdag bij je thuis afleveren. Wil je hem toch nog eventjes komen bekijken en misschien zelfs wel proeven, dan kan dat natuurlijk bij ons hier in Naarden in de winkel. En vind je het dan wat, dan kan je hem ook direct meenemen. Weet jij nu al dat de koffieknaller iets voor jou is? Klik dan hier. Maar je kan het linkje natuurlijk ook terugvinden hieronder in de beschrijving. De look and feel van de EQ6 Plus, de S100. Hij heeft een mooi touchscreen aan de bovenkant zitten. En uiteraard heeft hij ook nog eens een mooie chique kleur, namelijk titanium. Wil je meer weten over deze volautomaat? Komt hier achteraan de algemene video van de EQ6-serie. Aan de zijkant van het apparaat zit de waterbak. Je kan hem makkelijk met een gieter bijvullen, althans zo doe ik het thuis. Maar je kan de waterbak er ook gewoon mooi afhalen en uiteraard er weer opzetten. En heeft een inhoud van 1,7 liter. Bovenop het apparaat zit het bonenreservoir met een deksel. Hij heeft een rubberen rand waardoor hij mooi stil is. En als we eventjes de boontjes weghalen, zien we hier waarmee je de maalgraad kan afstellen. Doe dit wel op het moment dat het apparaat aanstaat en wij zouden hem altijd op 3/4 adviseren. En deze heeft een inhoud van 300 gram. De bonen worden gemalen door keramische maalschijven en dat betekent dat hij slijtvaster is en dus ook beter voor de smaak. SensorFlow zorgt dat de temperatuur van het water wat in de machine zit altijd constant blijft. Want dus als het water te warm wordt, krijg je dus een beetje bittere smaak. Ja? En als het water dus te koud is voor het zetten, dan krijg je dus een beetje een zure smaak. En daar heeft dit apparaat dus geen last van, dankzij die SensorFlow. En nog een voordeel van het SensorFlow systeem is dat je snel koffie kan zetten als je het apparaat aanzet. En het is nog energiezuinig ook. Hij heeft een mooie touchbediening, dus geen knopjes. De espresso macchiato, de koffie, cappuccino, latte macchiato, koffie verkeerd. Hij maakt ook nog melkschuim. Hieronder vinden we de meerdere producten, zoals de café cortado, heet water en zelfs warme melk. En natuurlijk de americano. En hieronder kan je voor de koffiesoorten een dubbel bakkie zetten. En dat geldt bij de espresso en bij de gewone koffie. Tevens kan je ook nog eens zelf de hoeveelheid bepalen. Maar bij de melkproducten is het één kopje tegelijkertijd. Zowel de cappuccino als de latte macchiato. En dan hebben we ook nog het menu waar je verschillende opties hebt. Reinigen, je kan de maatjes aanhouden, de waterhardheid voor je regio, de koffietemperatuur, noem het allemaal maar op. En het unieke van dit apparaat is dat hij ook double shot heeft. Oftewel, hij doet twee malingen voor dezelfde hoeveelheid. En dan is hij dus ook twee keer sterk. Ik had hem even nodig. Het mooie van het apparaat is ook dat hij een melksysteem heeft. Dat doen we met dit pijpje. Nou, die kan je natuurlijk gewoon in het melkpak hangen. Maar je kan hem ook in de optionele melkkan van Siemens kijken. Nou, nu staat hij op slot. Dan zetten we eventjes het gaatje boven. En op die manier kan je ieder melkproduct klaarmaken. En het mooie van het apparaat is, hij heeft een auto milk clean system. Nou, het pijpje kan je of in het bekertje hangen of hierin. Dan ga je naar het menu toe en dan zegt hij reinigen en verzorgen. Ja, ik wil hem reinigen. Het melksysteem wil ik reinigen. En daar gaat hij dus. Zo maakt hij de uitloop even mooi schoon. Want ook die reinigt hij. En tevens stoomt hij hem ook nog eventjes. Zodat hij ook mooi schoon is. Makkelijk te verwijderen vanaf de voorkant komen we bij de lekbak. Het is een grote bak, dus die hoef je niet vaak te verschonen. En de koekjes van de koffie. Aan de rechterzijkant kunnen we het klepje open doen voor de gemalen koffie. Voor als je bijvoorbeeld bezoeken hebt voor D-café. En achter dit klepje zit de Z-groep. Hier zit nog het boekje in van de tips en tricks vanuit Siemens. Dit lipje halen we naar voren. Dan kunnen we deze klepel naar beneden trekken. Op die manier haal je de Z-groep eruit. Eén keer in de week eventjes met lauw water afspoelen. Eventjes laten drogen. En dan uiteraard gewoon weer netjes terugzetten. En op die manier blijft dit koffieapparaat lekker fris. Wil je meer weten over het product of hem bestellen? Klik dan hier.
Vergeet je natuurlijk niet te abonneren op ons kanaal en natuurlijk ons te liken.